Welkom bij weer een nieuwe aflevering op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. En vandaag zijn wij in Rotterdam, in Dartcafé Het Viaduct. En wederom een talentvolle darter die wij hier gaan bezoeken. Welkom bij Rood Toertje WK. Bogaert, 24 jaar oud, uit Schravendeel. Ik heb dit jaar mijn eerste Challenge Tour finale gespeeld en me geplaatst voor mijn eerste Eurotour. En ik zit in rood. Ja, Patrick, welkom in Rood Toert Jeugd-WK, leuk dat je bent. Je hebt dit jaar via de Development Tour je geplaatst op het Jeugd-WK. Vertel eens, hoe gaat het natuurlijk de Development Tour bij jou? Het kon zeker beter. Dus weinig hoogtepunten nog gehad. Ik heb een kwart finale gehad waarin ik veel van Canaritz. Ja, wisselvallig. Ik heb nog niet echt een goed weekend gehad en hopelijk het laatste weekend komt tot het hoogtepuntje. Ja, er staat nog één weekend te gaan. Naast de Development Tour heb je dit jaar ook de Challenge Tour gegooid. Waaronder ook een finale plaats. Ontzettend knap, 5-4 nip verloren van Steven Burton. Kun je iets vertellen over die dag? Hoe ging dat? Nou, eigenlijk heel het weekend begon al niet goed. De eerste weekend ook. Was heel erg wennen, de eerste jaar op de Challenge Tour. Dan merk je toch dat het startniveau is daar gewoon vreselijk hoog. Dus een stuk stabieler dan op de Development Tour. Nou, zodoende heb ik het eerste weekend nog 50 pond gepakt. En het tweede weekend waar ik in de finale haalde, ook de eerste drie toernooien verloor, alle drie de eerste ronde. Nou ja, toch proberen je kopje te verzetten en naast gewoon nog alles eruit te halen. En gelukkig is het nog gelukt door die finale af te halen. Waarin ik ook nog één wedstrijd miste, helaas. Maar al met al, dan komt het wel lekker dat je zoiets weet om te zetten. Zeker. Nou, je hebt toen Challenge Tour gespeeld, je hebt ook Eurotour Qualify gespeeld, je hebt alle 13 gespeeld. Ja. Maar jammer genoeg maar één op de Eurotour gezien. Ja, inderdaad. Het begin was zenuwachtig, want bij een wen in Leverkusen verloor gelijk de eerste ronde. Tweede en Hilde zijn verloor de plaatswedstrijd van Diego Portella. Kansen gehad, veel kansen gehad, alleen te veel zenuwen om te dubbelen. En dan vervolgens, ik heb ze niet alle 13 gegooid trouwens, ik heb een 9 gegooid aan mijn hoofd. De keer daarna was naar Gras, lekker met de auto geweest. Het is wel een flink stuk natuurlijk. Als je dan daar weet te plaatsen, omdat je met die wedstrijd al waren, moet je toch maar doen. Dan is het wel fijn dat je in ieder geval bij één hebt geplaatst. Toen kom je tegen Steven Bunting. Ja, ja, dat was ook was wel grappig. Op weg naar Gras toe zaten we in de auto. Hadden we er ook, ja, Steven Bunting. Ik hoorde toevallig toen Play Championships, dus door de week. 100 plus gemiddeld naar 100 plus gemiddeld. Terwijl hij daarvoor eigenlijk helemaal niet zoveel gepresteerd. Dus best wel grappig. Die zegt van, nou, die is wel aardig geworden aan te komen. En dan zie je loting. Ja, Steven Bunting, ja, moet ik 18-17 van de wereld. Ja, dan weet je dat je eigenlijk gelijk erop moet klappen. Om eigenlijk dus best wel een beetje spannend te maken. Dat gebeurde niet. Ik kwam gelijk 3-8, 4-8. Op dat moment miste eigenlijk wat ik goed profiteren en kon ik nog een beetje een wedstrijd van maken. Alleen jammer genoeg drie pijlen om 5-4 voor te komen zelfs. Twee pijlen om 5-5 te maken. Die mochten helaas niet van. Ja, nou, helaas, je kwam nog wel goed terug, maar toch net niet winnen het achtersluiten. Maar je debuut op de Eurotour heb je gemaakt. Daarnaast ook je debuut op de Players Championship kunnen maken dit jaar. Ja. Je hebt een beetje mazzel misschien erin gekomen, maar in Hildesheim mocht je er staan. Ja. Wat is nou het verschil tussen de Development Tour, Challenge Tour en dan de Pro Tour? Hoeveel zit daar nog tussen? Kun je dat zeggen? Het is sowieso een hele happening. Kijk, dan sta je opeens echt tussen de spelers die je van de week aan die je nog niet echt van dichtbij meegemaakt. Dan sta je opeens met de gasten, sta je een beetje in te gooien. Dat maakt ook best wel een beetje indruk op. Je zeker zo'n eerste keer en dat merk je ook wel de eerste dag. Dat is wel grappig, dan moet je Players Championships voor je en je krijgt 3 Challenge Tour spelers. Dat is wel weer jammer. De eerste dag die ook op het tellen, alweer. En die verloor ik 6-3. Dat was zelf te veel zenuw. Tweede dag tegen Brett Kleden. Dat was ook echt een zenuwpartijtje. En hij had het ook. Dus ja, dat maakt de wedstrijd niet beter. Maar gelukkig wist ik hem wel te winnen. Daarna vervolgens tegen Wessel Nijman moest. En ook dat was een leuk partijtje. Kansen gehad. Hij kansen gehad. Over en weer. En helaas speelt hij op zijn kant. Toch allemaal ervaring die je zo meteen ook weer mee gaat nemen naar het jeugd. Absoluut. Wat zijn jouw verwachtingen voor daarin dingen straks? Ik ga er wel redelijk verwachtingsloos in. Zeker omdat vorig jaar natuurlijk ook geplaatst.
In datzelfde weekend waren er nog pijlen gestolen, inclusief reservepijlen vanaf de locatie. Het gebeurt dus ook overal, dat is gewoon jammer genoeg om te merken. Dus dat weekend ook. Met de chaffies van zijn groens aan te gooien, de pijlen van Jeffrey de Zwaan, de vlees van mij voor de Hugo. Alles door elkaar, dus ook toen kon ik er weinig van verwachten. Zeker wel kans in de pool gehad, zo bij Jared Cole en Michael Berg. Alleen dan merk je gewoon dat het stukje vertrouwen dan ontbreekt. En ik hoop in ieder geval dat ik dit jaar wel een fatsoenlijk jeugd-EK kan spelen. Maar ik kan mezelf zeggen van, je hebt er alles uit kunnen halen. En wanneer ben jij dan tevreden? Heb jij een bepaald doel? Of is het meer een spel? Het is zeker een spel. Kijk, als ik een goed spel de pool niet doorkom, ja, jammer. Natuurlijk ben je dan misschien nog steeds niet tevreden. Maar als ik de pool weet door te komen, dan is het misschien van alles mogelijk. Dan zullen we zien wat het goed stond. Je haalt net al even aan die pijlen. Ik neem maar dat ze vandaag niet gestolen zijn. Gelukkig niet. Dus ik zou zeggen, we gaan naar het kopje materiaal. Ja, Patrick, je pijlen. Je wordt niet echt gesponsord zeker met je materiaal. Nee, dat moet ik ook allemaal zelf doen. Eigenlijk ben ik wel vrij zuinig met mijn materiaal. Ongeveer één keer in het half jaar pak ik wel een nieuw setje. En vaak ook wel switch ik van het setje af. Hè. Met de Eurotour hoorde ik bijvoorbeeld met James Wade. En nu ben ik er dan weer overgestapt op de Andersons. Het is in principe allebei een rechte barrel. Alleen wat gripverschil, dus zo doen we. Proef ik hier wat twijfel in materiaal, vooral in de barrel? Nee, absoluut geen twijfel. Maar ik ben wel redelijk een gevoelsspeler. En als er een moment het gevoel bij die pijlen weg is, wat bij mij ongeveer om het half jaar is, dan ben ik gewoon naartoe aan wat nieuws. En dan een kleine verandering kan mij dan wel weghelpen. Nou heb je net verteld dat die pijlen, die raken nog wel eens zoek op het jeugd-WK. Hoe gaan we dat nou voorkomen? Ja, een reserve setje wellicht in totaal achterlaten. Dat is wel iets wat ik de afgelopen keren heb gedaan. Ja, mocht zoiets nog een keer gebeuren, dan ben je in ieder geval voorbereid op het ergste. Nou, wat ik zeg, ze wilden de pijl in actie laten zien. Ik zal zeggen, ga naar het bord toe en dan gaan we naar de 1001 game. Goed, succes. Ja, Patrick, die 1001 game. Wat verwacht je er eigenlijk van? Wat ik ervan verwacht? Ja, je hoopt natuurlijk wel, zeker omdat voornamelijk de scorende beurten zijn, dat je wel rond de 10 à 12 beurten wel het spelletje hebt afgemaakt. Nou, we hopen het. Ik zal zeggen, ga naar de Oppie toe. Veel succes. Dankjewel. We gaan de 1001 game spelen aan de hand van DartCounter. DartCounter is een app op je telefoon. Die kan je installeren in de Google Play Store of in de App Store van iPhone. Of ga even naar dartcounter.net of klik even in de link in de beschrijving. Ja, en dan is ook Patrick van der Bolgaard aan zijn 1001 game begonnen. De target staat op 44 darts van Justin van der Gouw. Ja, en het is tevens ook meteen het laatste jeugd-WK waar Patrick van der Bolgaard aan mee kan doen. Want dit is namelijk zijn laatste jaar als Development Tour speler. Ja, wat hij in het interview ook al aangaf. Hij heeft natuurlijk dit jaar op de Eurotour gestaan. Niet geheel onverdienstelijk, verloor helaas met 4-6 van Steven Bunting met een gemiddelde van 85. Hij heeft dit jaar een keertje kwartfinale gehad op de Development Tour. En vorig jaar deed hij dat zelfs twee keer. En zijn beste prestatie dit jaar is toch wel echt de Challenge Tour 8. De finale. En hij staat momenteel 37ste op de ranking van de Challenge Tour. Hij heeft natuurlijk aangegeven dat hij naar Q-School gaat. Ja, we zijn natuurlijk benieuwd wat hij daar gaat doen. Mocht hij dat niet halen, gaan we hem natuurlijk zeker terugzien op de Challenge Tour. Hij heeft dit jaar, zoals hij ook al aangaf in het interview in Hildesheim, mee mogen doen met de Player Championships. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan terug naar het bord. We zien dat hij nu 140 hoort. Na 12 pijlen staat hij op 687. Excuses, 678. Mijn excuus. We gaan even met hem meekijken. Toch wel elke keer een trippeltje meepakken. Hij is tot nu toe nog maar twee beurten zonder trippel gehad. Kijk, hij hoort nu heel netjes 100. En dan ligt hij op schema om koploper te worden. Hij ligt ietsjes voor op Justin van der Gouw, maar die gooide wel op dit moment een 180. Dus die loopt ietsjes voor. Maar als hij dit gemiddelde volhoudt, dan gaat hij ruim aan de leiding komen. Weer 100. Goed, reismaten van Patrick van der Bogaert, excuus bedoel ik, zijn natuurlijk Danny van Trijp, Wesley van Trijp en natuurlijk Mike van Duifbode met de Development Tour. Ja, je ziet toch wel dat een groepje is waar hij vaak mee optrekt. Je ziet hem ook vaak op lokale toernooien, zie je hem vaak met de broertjes van Trijp. Hij is ook een van de mannen achter HW Darts in de regio Rotterdam, zeer bekend. Maar we gaan weer even terug naar het bord. En dan zien we hier toch een iets mindere score, een 30. Ja, en dit brengt hem toch wel erg in de problemen hoor. Want hij wil natuurlijk wel eerste komen te staan op deze ranking. Het wordt nu erg moeilijk. Hij gaat nu zijn voorpijl 27 zometeen. Na 27 pijlen gaan we weer even een balans opmaken.
Ja, en dan zien we toch dat het gemiddelde echt wel afzakt. Het is nu 74,18. En dat is natuurlijk niet goed genoeg om Justin van der Gouw in te halen. Er zal echt nog wel een tandje bovenop moeten. We zien de pijl weer ver boven de trippel zitten. Net als wat we bij Justin ook al zagen, is dat het vooral de spanning met de camera is wat niet helemaal lekker wil. Je ziet toch veel spelers moeite hebben met voor de camera presteren. Hij gaat nu naar de 30 darts toe naar deze poging. Weer net geen triple en dan gaat hij waarschijnlijk wel naar onder toe. Dat doet hij ook. Die zit ook niet in de triple 19 en dan gooit hij 59. En dat is gewoon niet genoeg. Goed genoeg. Maar goed, hij heeft nog een paar beurten. Hij kan het nog goed maken. Hij kan het nog minder goed maken. Oeh, en dit is pijnlijk. En dan gaat hij toch weer naar boven toe. Oh, dat is ook een enkele 3. Dat houdt iets 22. Dan houdt Patrick geen finish over. En dat is wel zonde, want dit zijn toch dure pijlen. Die kunnen je aan het eind toch duur komen te staan. We zien dat hij 36 pijlen gegooid heeft hiervoor. Nu een hele sterke 96. Die zet hem weg op 67. En dan gaat hij nu voor de wedstrijd gooien. Links onderin ziet u het al. Nou, het gaat uit, maar weer op welke manier? Hij gaat naar onder toe. Gaat hij naar boven toe. Dubbel 16 voor Patrick van der Bogaard. En die zit er ook in. Ja, die zit erin. Ja, en dat houdt in dat hij koploper wordt met 42 darts, 71 gemiddeld. Netjes, en we gaan zien of anderen dit kunnen verbeteren. Ja, Patrick, je duist één keer. Wat is je gevoel erover? Wisselvallig. Ah, goed. Goede beurten, maar mindere beurten. Goed. 71,50 gemiddeld. We zien dat je 42 darts ook gedaan hebt. Het is niet slecht, het is niet goed. Precies. We hopen dat op het JGK beter gaat. Laten we het hopen. Zo is dat. Die dubbel ging er in ieder geval gewoon netjes in één keer in. En uiteindelijk win je wedstrijden op de dubbels. Precies. Patrick, dankjewel dat je hier bij ons wilde zijn vandaag. En we wensen jou ontzettend veel succes op het JGK in Wiggins. Is goed. Dankjewel. Patrick, bedankt. Vond je het nou een leuk filmpje? Laat een like achter. En abonneer even op ons kanaal en dan zien we jullie bij de volgende Rood Toertje WK. Houdoe!